Wij zijn 3 dagen in Luxemburg om de Red Rock Trails te verkennen. Let's go! Hey, tof dat je kijkt in Luxemburg. Er ligt een heel mooi gebied, heet Red Rocks Trails. We zijn hier 3 dagen om verschillende tours te rijden. We zijn hier nog nooit geweest allebei. Ik ben met Gijs. Gijs? Er liggen hier vaste routes die je met GPX kunt volgen. Er zijn zelfs bordjes, dus de hele tour staat best wel goed uitgepeld. En voor de rest gaan we eens kijken of hier nog wat hier allemaal te beleven is. Let's go! De rode ondergrond is het gevolg van het staalverleden van Luxemburg. Minet, de regio waar we rijden, heeft een ijzererts-houdende bodem, wat de kleur verklaart. De eerste kilometer zitten erop en zo te horen was ik echt onder de indruk. Mooi fiets hier hoor. Zo, kijk eens. We rijden nu een stuk van die route en je pakt toch wel veel brede paden, maar als je de stukken hebt, echt een stukje Red Rocks, dat is echt super vet. Echt de moeite waard. Het is een hele andere omgeving, echt super mooi. Dit is wat grote rotsen, leuke single trails er doorheen. Hier en daar technische secties, ja, echt super mooi. Sommige vette trails liggen net naast de officiële route, zoals hier. En hier naar beneden en daar loopt eigenlijk de route. En dan heb je hier een mooi lijntje. Dus goed om je heen kijken en dan zie je veel leuks. Hoe heet het ook alweer, zei je? Langebierg, Galgebierg. Ja, dat is wat we vandaag rijden. Dit is dag 2 in Luxemburg, Red Rocks Trails. En we hebben een route vandaag van 35 kilometer, weer 600 hoogtemeters. Je kunt hier op GPX rijden en er zijn een aantal mooie uitgepelde routes. Linkjes onder de video. Maar het gebied is wel echt nu al een aanrader. Toch, Gijs? Zeker. Eens. Oké, nou, 2 mensen die het al eens zijn. Dus op je to-ride list. Nou, wij gaan aan de slag. Let's go. Thank you.
Dus je hebt hier dus na zo'n 4 kilometer heet Little Utah. Dat is een skillspark met een aantal jumps en een aantal leuke drops. Dit is er bijvoorbeeld één. Wij zijn er helemaal niet op gekleed. En onze skills laten het ook niet altijd toe. Ja, het is vooral de kleding hoor. Ja, het is vooral de kleding, ja, en de bescherming zeker. Maar wel vet dat het er is. En je kan hier zeker gewoon denk ik wel een hele middag spelen. Ja, en op een unieke plek. Oké, wij gaan verder. Let's go. Jij zei echt iets heel moois, Gijs. Jij noemt dit? XC+ noem ik dit, zo ervaar ik het. Omdat je een wat langere route rijdt, voor een trailroute zeg maar. Je moet wel een beetje conditie hebben om hier deze route te rijden. Overall is de tendens dan XC. Dan komt er in één keer een afdaling waarbij je toch blij bent dat je kniebeschermers om hebt. En dat is dan de plus, XC+. Het is inderdaad gewoon lekker toeren. En af en toe heb je wat secties die gewoon wat uitdagender zijn. Waarbij je gewoon even wil kijken, zoals deze. Goed te rijden, goed te rollen. Alleen als je niet weet dat het komt, is het in één keer wel een soort van onverwacht. Want het is echt in één keer een stuk ruiger dan de rest van de route. Dus wees gewaarschuwd. We zijn toch even terug bij de jumpspot, Little Utah. Als het goed is, wordt het een mooie zonsondergang. Dus we zijn hier nog even aan het schieten. En ik wil toch even die jumps proberen. Niet de grote, maar er ligt echt één mooi lijntje met een soort van tafels. En een soort van gapje op het laatst. Ik denk wel dat ik het kan. Let's go. Deze prachtige golden hour was de kers op de taart van een geweldige dag. De regio heeft nog meer rondes, maar in verband met de tijd besloten we onze laatste dagdeel een beetje te trailhunten met een combinatie van de vaste routes en de trails die we gevonden hadden. Let's go! Is een van de mooiste gebieden die ik tot nu toe heb gereden, die relatief dicht bij huis ligt. De omgeving is echt prachtig en uniek. Er zijn routes voor ieder niveau en wij hebben de twee routes gereden die als zwaar aangegeven staan.
Het zijn dan vooral de lengte- en hoogtemeters die deze rondes wat zwaarder maken dan andere. En zoals Gijs al zei, XC+ noem ik dit. Dus je kunt wat technische uitdaging vinden hier en daar. Het Skillspark Little Utah is wel echt voor gevorderde rijders en deze plek is ook gewoon los te bezoeken voor een middagje spelen. In de video zie je vooral de highlights van onze trip, maar ook hier vind je langere verbindingstukken, steile pittige klimmetjes en brede paden. Maar alles gaat door een geweldig mooi gebied, dus dat is zeker geen straf. Ik raad je echt aan om hier een keer te gaan rijden. Linkjes naar de GPX-routes en naar mijn Strava vind je onder de video. Vond je het een toffe video? Geef dan een like. Abonneer ook even als je dit kanaal wilt laten groeien. En ik zie je bij het volgende avontuur. Ciao!